Dinsdagavond 6 februari besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan een overval op een echtpaar in Linden. In het programma zijn beelden te zien van de daders en vraagt de politie om meer informatie omtrent deze personen. Omroep Gelderland meldt dat er inmiddels namen zijn genoemd van de mogelijke daders. De politie vraagt, mocht u informatie hebben over de overval, uw tips te blijven melden. U ziet nu de bewuste reportage. In het Gelderse Linden werd vorig jaar een uiterst brute overval op een echtpaar gepleegd. En die zaak is nog niet opgelost, terwijl het toch bewakingsbeelden van de daders zijn. We zijn hier 20 jaar geleden komen wonen vanuit Inge naar Linden toe. Toen hier het huis gebouwd. En dat is de basis hier in Linden. Leuke buurt, jonge buurt ook achter ons. Ja, nee, het is goed wonen in Linden. We hebben hier de panden bijgebouwd, die zijn momenteel verhuurd. Daarnaast hebben we een camperverhuurbedrijf. En we hebben een bedrijf wat gespecialiseerd is in filtersystemen voor het reinigen van het water voor kooikarpers en voor viskwekerijen. Terug naar donderdagavond 26 januari. Ze verwachten geen bezoek die avond en toch verschijnt er iemand op het terrein. We hadden gegeten en ik was op de hoek van de bank gaan zitten richting tv. En toen werd er op het raam geklopt. En dat meisje had het silhouet van ons buurmeisje. Wil jij even gaan? Ja, is goed. Hallo, sorry dat ik u stoor, maar heeft u misschien wat water voor mij? Want ik voel me niet zo lekker. Nou, geen probleem. Ik steek mijn hand uit om die fles te pakken. Op dat moment stapt zij achteruit in plaats dat ze mij de fles aanreikt. Maar op dat moment kreeg ik al het gevoel, dit klopt niet. Klopt, motherfucker! Dat gaat nooit niet gebeuren! Je vecht op dat moment gewoon voor je leven. Nummer 2, die heeft ook daar bij de muur gezeten. Dat had ik dus nooit in de gaten. Ja, en op een gegeven moment voel ik de pijn en ik word op mijn hoofd geslagen en in mijn ribbenkast geschopt. Ik word gewoon echt zwaar mishandeld. Ja, de honden zijn eigenlijk een beetje speels aangelegd. Dus die zagen het zo van, oh gelukkig, de composite, gezellig. Dus die springt ook tegen die overvaller aan die dus met het wapen op mij gericht stond. Dus eigenlijk was Sammy mijn redding, want met zijn 40 kilo dat hij tegen die overvaller aansprong, kon ik er vol in. Ja, en dan begint het gevecht in de gang. Daarna sloeg hij dus met het pistool en de pepspray, maar door mijn bril heb ik de eerste lading pepspray natuurlijk mooi gemist. Toen die andere binnenkwam, sloeg hij dus met het pistool mijn bril van de kop af. Ja, en dan krijg je wel de volle laag. Het is het idee of dat je gezicht in de brand staat. En van de gang gaan we toch richting buitendeur. En als je eenmaal bij de buitendeur komt, ja, dan voel je je toch ook nog weer wat sterker. En dan is het schreeuwen. Echt gewoon schreeuwen voor overleven. Op zich gaat het goed. We hebben alles goed beveiligd. En ik voel me redelijk veilig weer in mijn eigen huis door alles wat we inmiddels aangepast hebben. Compleet nieuw camerasysteem aangelegd met echt goede nachtzichtcamera's erop. Dat we nu echt goed kunnen zien wat er op het terrein gebeurt hier om ons heen. Mensen hebben geen idee hoeveel dat het met je doet. Het is 3 minuten en in die 3 minuten is gewoon je hele leven gewoon kapot. Ja, mevrouw Paschier, ontzettend heftig wat die mensen hebben moeten meemaken. En we horen het zelf ook vertellen, ze hebben echt voor hun leven gevochten. Ja, zeker. Het was ook heel dapper. En we zijn ook heel blij dat ze het allemaal nog na kunnen vertellen. In dit soort situaties adviseren wij altijd om rustig te blijven en vooral mee te werken. En ze hebben echt in een opwelling gereageerd, hè? Ja, dat klopt. En dat kun je ook wel zien. En je ziet ook hoe zoiets erin hakt, ook nog een jaar later. Ja. De politie hoopte eigenlijk dat deze zaak al veel eerder opgelost zou zijn. Zeker omdat er dus bewakingsbeelden zijn. Maar inmiddels heeft de politie wel een vermoeden wie dat meisje kan zijn. Een meisje dat zich zo rustig omdraait hier. Terwijl die mannen dus dat echtpaar grof aanvallen. Omdat de politie vermoeden heeft wie dat meisje is, laten we haar niet herkenbaar zien. Maar ze heeft dus die avond van 26 januari vorig jaar in de buurt van het bedrijventerrein in Linden rondgelopen met 2 mannen. Wat weten we over die mannen? Ja, het signalement is vrij algemeen. Ze waren donker gekleed en droegen bivakmutsen. Ze waren rond de 1,75 tot 1,80 lang. Dankzij getuigen weten we wel meer van die auto. Mogelijk begin vorig jaar hebben ze rondgereden in een kleine donkere personenauto. Type Volkswagen Polo of iets wat daarop lijkt. Nou, hopelijk legt er iemand vanavond een link naar die daders. Dus door die auto die mogelijk lijkt op een Polo. En er zijn meer bewakingsbeelden.
Op donderdag 26 januari om 6:50 parkeert hier een auto. Waarschijnlijk een donkere Volkswagen Golf of een Polo. Mogelijk zijn het meisje met het petje en de twee overvallers eruit gestapt. Daarna lopen zij in ieder geval over dit fietspad naar het huis aan de Hofstede hierachter. Eerst lopen de overvallers voorop. Daarna laten ze het meisje voorgaan omdat zij moet aanbellen. Als het meisje haar taak heeft volbracht, loopt ze over hetzelfde fietspad terug als ze is gekomen. Hier zet ze het op een rennen. Het is dan 7:00 en ze wordt al snel gevolgd door de vluchtende mannen die door het echtpaar het huis uitgejaagd zijn. Op de beelden zijn trouwens nog meer mensen te zien. Tijdens de overval passeren deze fietsers de woning. En als de daders wegvluchten, rijdt er een auto voorbij. Deze getuige heeft de politie nog niet gesproken, maar doen dat uiteraard graag alsnog. Ja, we hopen natuurlijk dat mensen zich die situatie rond industrieterrein de Hofstede in Linden kunnen herinneren. Vooral de combinatie van die jonge vrouw met twee mannen. Hè, want zwart kan zijn opgevallen. Tips doorgeven kan gratis en eenvoudig via de site en de tiplijn. En belt u liever anoniem of vertrouwelijk met het team Nationale Inlichting. Dan ziet u die nummers nu onder in beeld.